Ja, niet zo. I know where you go to school. Dat, dat allemaal niet van mij. Weet. I know where you think Ja, weet je nog welke locatie? Oh ja. I know everything. Pam pam pam. We spelen dus nu voor het eerst met Crewlink, dus je kan ook als je bij elkaar in de buurt bent kopen dus verstaan. Dat is wel een leuke toevoeging. Schiet eens op joh, wat doe je? Jee! Half jaar later. Tjonge jonge. Oké, ik weet dus niet of ze mij hier kunnen verstaan. Maar ik hoor ook niemand anders, dus dat scheelt. Mensen, waar zijn jullie? Hallo? Zijn er nog andere mensen hier? Ik zie echt zo'n geesten. Geesten, joehoe, is zo'n en misschien moeten we zo even gaan zoeken, want het is al wel eventjes... Ja. Kom, gaan we gewoon even een rondje lopen? Ja, we got him! We got him! Oké. Wie is het? Saskia is het niet. Nee, wij liepen vanaf Electrical samen liepen we naar de Lower Engine en toen zijn we naar boven en daar lag Aaron. Wij zeiden Celine, dat we gaan op is Sander met jou meegelopen? Nee. Ook niet met mij? Hmm. Huh? Nou, Celine en ik waren met Sander en Edmin en Celine ging naar boven en Sander ging uiteindelijk ook weg. Ik moest mijn swipe nog doen. Ja, en ik ben naar O2 gegaan voor de garbage disposal. Ja, daar kwam ik jou weer tegen. Ja, en ik wou nu navigation ingaan, maar ik heb Sander niet meer gezien. Nee, maar ik dacht dat hij weer met jou mee was gelopen. Nee. Hij vertrouwde mij niet door ons dansje met Saskia. Oh, waren jullie weer een ritueel aan het doen? We waren een party aan het houden. Dat zei ik de vorige ronde, was ik allemaal zien. Wil je een party houden, en toen heb ik hem vermoord. Ja. Maar er zijn er dus twee. En ja. Of het is Celine en Bushka, of het is Milan en een van die andere twee. Ja, dan. Maar op... Ja, trouwens. Of jullie twee. Jij bent een van die andere twee. Niet. Wij waren zo trashoot aan het doen, dat zag je daar. Ja. Nou ja, confirm staan uit. Dus. Dat is inderdaad waar. Maar het is als we nu iemand eruit stemmen, het is de verkeerde, zijn we de lul. En als we niemand eruit stemmen, zijn we ook de lul. Ja. Dus we zijn eigenlijk sowieso de lul. Klinkt inderdaad heel negatief van je. Beter op Celine gaan dan? Ja, ik ga ook voor Celine. Ik ben het niet! Oh, nu zijn jullie echt zo verdaan. Ik wou op Milan gaan eigenlijk. Hoezo nou weer op mij? Omdat ik van jou niks verder weet. Oké, ik ga sowieso op jou. Ik ga sowieso op jou. Oké, Sas, ik ga ook op Milan. Ja, Milan, let's go. Mama. Ik vind Milan ook zo. Wat? Wat een onzin. Oh, als het nou Celine en Bushka is, nee. Ja, want dan zijn we dood nou, toch? Ik had gewoon netjes gedaan. Dan is de game voorbij, inderdaad. Okay, nee, we leven nog! We leven nog! Hey, wie was Steve, de tweede? Kom, waar gaan we het aan? Babushka. Ja. Ja, Babushka en wie? En ik. Oké. Ja, alleen weet je wat echt zo heftig was? Ik zat dus in de vent, gewoon om te wachten totdat iemand alleen ergens kwam. Alleen, ze zijn de hele tijd met z'n tweeën, dus je kan gewoon niemand killen. Ja, maar echt, dat moet je net zoals Saskia en ik doen. Je moet samenwerken als killers. Je kan met elkaar praten. Dus dan moet je gewoon afspreken van we pakken de twee in electrical of zo. Ja, maar ik durf de hele tijd niet te praten omdat ik bang ben dat iemand me hoort. Maar iemand op de camera staat te kijken. Ja, dat is de risico dat je moet nemen. Ja. Zijn jullie al klaar met jullie tasks? Ik zei letterlijk dat ze ging venten, dus ze liep naar admin en dan naar die vent. Dus ik dacht voor de grap, haha, ik zag je venten. En dan killde ze me. Oh, heerlijk. Dat was echt mooi. Ja, ik ga maar even een taak doen. Celine is, eerlijk gezegd. Ja, het is Celine en Bushka, één van de twee. Zuurstof! Bushka. Jij bent het. Ja, zuurstof. Ik ben het niet! Straks gaan ze gewoon dood omdat ik de zuurstof heb aangedaan. Heb ik toch nog wat gedaan, dit potje? Toch nog nuttig geweest, dit potje. Ja, lekker, Milan. Ik had oprecht niet op de stem. Maar Babushka, die kill was wel grappig. Ja, ik vond hem wel leuk. Geniale kill. Shh.
Hé, hey, imposter. Oh, nee. Waaah! Hey. Ik wil je revenge nemen. Jij ook al. Mag al. Jij, jij! Oh, dit is zo dit is zo anders spelen. Ik wilde niet veel, ik dacht. Oké, Aaron, ik loop met je. Oh. Celine? Ik Sander, hoorde... maakte jij echt een grapje? Ik was echt net op de camera's en ik zag Saskia daar liggen en Marushka en Sander erbij staan. Alsof ze een offer aan het doen waren. Maar ik weet niet wie van hun tweeën vermoord heeft. Maar ik vermoed dat Sander en Marushka het zijn. Ik denk Aaron. Ja, nee, Aaron was het sowieso niet. Aaron was het sowieso niet. Nee, ik zal eerst gaan eerst wel versanderen en dan gewoon gooi Babushka eruit. Ik ook. Close. De twee imposters die op mij gaan. Ik zie het nog gebeuren dat Sander zichzelf er nou uit heeft gevoot. Omdat hij voor de grap op zichzelf heeft gevoot. Maar ik wil jullie een heel leuk verhaaltje vertellen. Doe eens. Ik Saskia save Sander zonder nou dus, hè? Ja. Sander die slijt Stephanie, maar Saskia was al aan het weglopen. Ze was uit mijn kill range voor een paar seconden. Oh, dus je kon geen dubbel... Nou, jawel, ik heb dus gedubbelkilled, maar als ik een seconde te laat was geweest, had ze het lichaam gereport. Okay. Dus het was echt, wij stonden daar. Ik dacht dat jij ons had gehoord, want we waren eens van, oh, ik dacht echt dat het voorbij was, toch close. Ja. Ik wilde echt net auto klikken. Ik klikte echt net te laat. Maar ik was echt op die camera's en ik zag zo'n body. Ja, en ik zag Sander en Moeske echt zo kijken van... Oh, this is sad. Chill, anyways. Yep. Nog steeds proberen, hè? Go down with the fight. Ja. Wee. Nou, dat was snel. Ja. Pip. Hey Milan. Hey, dat gaat prima Sander, dankjewel. Kijk eens, ik ga erop staan. Ja, ik heb de ik wou gewoon een beetje meelopen. Oh. Dus ik heb er dus eigenlijk weer helemaal niks aan. Ik heb zoveel video's van je gezien, dat was het mooi. Dus. Ja, dat is wel waar. Er zit wel wat in. Oké, dan gaan we naar reactor, gaan we fixen. Ja, nee, waarom Sander. Zo gemeen? Ja, jij bent echt gemeen. Ik vind jou niet meer lief. Ik heb echt... Vond je me ooit lief dan? Ja, nee. Touché. Ja. Oh. Ah, heb je er nog één, Sander? Ja, wat? Wat? Oh. Ik was met mijn pew-pews aan het doen. Oh. Ja. Ja, ik denk dat Saskia verkeerd klikte, want Ik killde iemand waar Sander en ik bij stond. Ja, ik zag Aaron en Saskia, maar ik weet niet of er nog iemand stond. Het is Aaron. Degene die dood is. Ja, het is Saskia ook. Het is Saskia ook. Milan stond daar te wachten. Ik heb Aaron en Saskia gezien, alleen ik weet niet of er nog iemand was die Milan doodde. Dus ik ga naar Saskia. Hoe heet die draadjes daaraan doen? Celine, was je hartje van gelijk? Ik kwam aanlopen, ik zag hem lichaam liggen. Ik stem ook sowieso op Celine, want die heeft dat verdiend. Wat? Celine was niet lief. Nee, dus Celine heeft gewoon die verdiend. Oh, ja, wat heb ik nou weer gedaan? Je was niet lief tegen haar. Ja! Wauw, oké. Fuck you! Ik heb niet gestemd, en niet daarvan. Doei Sas. Zus. Nou, veel succes jongens. Dank je, dank je. Ja, kut, Milan was mijn enige. Ik vertrouwde Milan ook. Wat, zijn er twee? Ja, Aaron is het ook. Ja. Hallo. Hallo. Aaron was bij Weapons en hij was aan het schieten vast. En die reactie ging af en hij zei ook zo van...
ik ga echt niet. Ik ben hier nou aan het schieten. En ik zeg, nee, ik ga ook niet. En vervolgens kill. Maar Aaron heeft jou echt in de steek gelaten, of niet, Saskia? Ik had ook, want we waren met z'n vijven nog. Dus als hij gewoon mee volop op zolder was gegaan, dan hadden we gewonnen. Maar waarschijnlijk had hij nog kill cooldown, denk ik. Nee, maar als ik hem had vermoord en als Aaron mee was gegaan op zolder, dan hadden we gewonnen. Klopt. Wat is hier aan het doen? Ik ga mijn tasks doen. Oh ja, ik ook. Daar ben ik... Dat waren wij de enige twee hier, maar ik zeg zo tegen haar, waarom zijn wij de enige twee hier? Ja, ik had even de deur gedicht. Stephanie! Open dat... Wow. En nu ben je ook een geest. Milan, echt... heb je dat gehoord? Die was echt mooi. Nee, ik heb het niet gehoord. Ik voel me heel erg verraden. Dat was zo mooi geweest. Ik ga Saskia, zeg dan dat je een double kill wil doen, want ik had net Stephanie vermoord. Ja, dat weet ik niet, maar hoezo was jij niet gewoon volop mee op Sander gegaan? Dan hadden we ook gewonnen. Want we waren ja, weet je hoe verdacht dat was geweest? Nee, maar dan waren we de laatste, dan hadden we al gewonnen. Ja, dat was 2 tegen 2. Ja, ging toch al op jou? Nee, door jou. Doordat jij zei, Saskia, er is kant. Herkenbaar. Zeer. Herkenbaar, Sander, erover praten. Kom, we gaan wel in Navigation staan. Kan je weer tegen jezelf praten? Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. Daar zijn we met z'n allen. Ja. Nou, dan ga ik samen 6 doen, ja? Ja, ik ga tellen. Ik ook tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm dead. Wauw! Beide plekkers! Echt, hè? Ja, het is Stephanie. Oh, zag je de weg lopen? Ja. Ik was bij Lower Engine die aligning aan het doen en ik ging omhoog. En Steve ging weg en Stephanie love mode bij Simon. Stephanie doet niet aan lopen. Nou, Aaron is dus al... Ja, Succes. Sure. Ja, sure. Ieder voor zich. Dat was wel overtuigend. Ja. Steve, wie was die is die andere nou? En dan een bijt. Saskia, wie heeft jou nou gekild dan? Babushka. Ik was aan het tellen en echt bij 10 werd ik gevolgd. Maar wel nog net op tijd. Ja, helaas wel. Hallo! Hij zei hallo. Hallo! Is er niemand? Zijn hier spookjes? Ja. Hallo? Hallo. Nou, ik zei eigenlijk hallo tegen mijn task die een beetje lang duurde voordat hij klaar was. Ja. Ik had in 1 keer card swipe, ik was heel blij. Oh. Wie heeft hem gereport? Oh, Sander? Ik heb hem gereport. Ik zag opeens de reportpunt. Ja, dat is Aaron. Nee, niet te snel. Ik was het dus nog. Want ik waarom stond is het Aaron? Van de afstandje toe te kijken. Want nou, omdat ik het niet was en jij hebt hem gereport. Alleen jullie stonden met z'n tweeën bovenop elkaar. Dus het is één van jullie twee. Ik had net de knopjes omgedraaid. Nou ja, ik wilde erop klikken en toen zag ik de reportbutton omhoog... op shine. Godzakken, wie moet ik nou geloven? Oh, wat is het doen? Nou, ik zou niet de imposter geloven. Ja, ik ook niet. Maar ja, het is toch... Goh, Sander. Zusje. Ja. Goed gespeeld, want het is nou gewoon 50-50. Oh, ga je niet vertellen wie je hebt gevoot? Nou, er is één iemand die ontzettend goed kan liegen. Omdat hij van iemand, zijn vader, de skills heeft overgenomen van het praten. En ik weet het gewoon niet. Zij zijn vader. En er is hier nog één zun. Maar ja, Slida heeft blijkbaar op mij gestemd, dus ja. Als het goed wordt gespeeld, dan is Babushka het, want die is ik te heb goed het in. Ja, want ik klik ook zo snel op de reportpunten. Nou. Ja. Hup. Ja. Nee. En als Aaron de imposter was geweest, dan had hij toch nu al lang ook op jou gestemd, want dan ben jij eruit. Ah, oh, ik weet het. En dan heeft hij gewonnen. De deur gaat fout.
Nee, het gaat niet. Ik wist het. Ja, oh, die was echt lastig, want ik wist dat het zo close. Oh. Echt een haartje. Ik heb niet genoeg pins. Jee. Oh, huh? Oh. Ja. Oh ja, nu moeten we muten. Magie. Oh ja, ja. Oh, muten, oh, ja. Wat? Oh ja. Oké. Okay. Ik kan nu niet dus zeggen, oh, Aaron killde me. Wat, what the fuck? Nee. Oké. Okay. Let's go. Dit is gewoon weer heel anders spelen. Ik moet meteen weer heel eventjes mezelf omzetten in deze modus. Oké. Okay. Ik heb gevonden in met B. Saskia, ik dacht echt dat je me ging vermoorden daar. Saskia, waarom deed je er zo lang over om hier naartoe te komen? Sas, doe je ding aan. Iedereen moet even unmuten. Unmute, Saskia. Je bent gemute, Saskia. Je bent gemute. En je krijgt geen alcohol als je gemute staat. Oh, ja, shit, kijk dat wel. Wat een tactiek. Het ja, we zagen jou. Waarom liep je naar beneden en naar boven? Want toen wij bij Never Ink stonden, ging je opeens naar beneden. Ja. Zo, maar wou ik zeggen, mijn ping die dat ik zo raar doe, dat is dus door fucking Discord. Want net toen met die Krulink had ik er geen last van, maar nu is mijn ping er weer 5. Aha. Oh, van het ene probleem naar het ander. Ja. Oh. Maar ik dacht echt dat jij mij ging vermoorden, Saskia. Nee, ik ging Simon 6 doen. Ja! Leugens! Hey, ik ging gewoon Simon 6 doen. Ja. Nee, ik bleef nog. Ja, maar eventjes, waar is Aaron mee bezig geweest? Waar hebben we Chillin met B was het, met B. Ja. Geen idee. Ik heb bij Weapons ding kapot geschoten. En toen ging het alarm af, ben ik naar het alarm toegelopen. Iemand wil dit kan bevestigen? Saskia, zag je hem bij Weapons staan? Oké. Okay. Ja. De vorige keer dat Aaron mij heeft gedood, toen was dat ook bij Weapons en toen zei hij ook dat hij dingen neerschieten was. Dus het kan ook gewoon een standaard zijn. Ja, maar ik heb nu getuigen. Het is wel een metafoor voor iemand vermoorden, dus in dat opzicht. Ik zeg voor Aaron. Skippen. Ja, gewoon skippen. Milo? Waarom nou weer? Ik snap dat echt niet. Ik snap dat echt niet. Waarom zit hij nou weer op mij? Jullie moeders. Ja, waarom Milo? Ja. Ja. Zo, dat zijn zo... Ja, what the fuck. Dat zijn sowieso dat de imposters. Dat zijn de imposters, ja. Fuck jullie. Hey, hoe is het? Ik heb een tooi gevonden, hey. Oké. Okay. In electrical, natuurlijk. Oh. Maar anders. Goeie vraag, maar... Ik moet wel zeggen, ik kwam electrical binnenlopen en toen stond Sander daar maar. En toen reportte hij hem pas. Dus ik weet niet of dat toeval was, of dat hij dacht, oh kut, er komt iemand aan, ik moet reporten. Ja, dat klinkt een beetje... De enige die ik gezien heb is Celine helemaal rechts, maar dat is het enige die ik heb gezien. Heb je ook gezien. Waarom... Oké, eventjes al... Stel, ik zou daar blijven staan. Waarom zou ik daar blijven staan en niet... venten of weglopen. Ja, dat is onze vraag juist. Waarom blijf je daar staan in plaats van dat je meteen de body report? Ja, maar als ik imposter ben, dan wil ik toch juist zo snel mogelijk wegwezen. Dan ga ik toch niet blijven staan. Steven, was jij? Ik was een lower engine. Ah. Stem maar weer op mij. Staat anonymous. Ben jij er tegengekomen, Sas? Nee, ik ben er niet tegengekomen, volgens mij. Ja, nee, u weet het niet zeker. Maar het licht was wel uit, dus... Oh ja. Het kan zijn dat ik het niet heb gezien. Nee, ik heb jij ook niet gezien. Ik denk eerder Sander. Ik vond, hij stond daar echt niks. Ja, stem maar op mij. Ja, ik skip. Ja, Span, ja. Ik weet wel op wie ik stem. Hè? Huh? Ja, dat had ik niet moeten doen. Op mezelf. Ja, het had nu niks uitgemaakt, omdat er dan nog drie anderen waren. Ik vind ons wel goed, Steve. Vind jij ons ook goed? Huh? Serieus? Oh. Ik denk you stupid motherfuckers. Hij ging heel goed. Ik ga even wat drinken halen. Ja. Oh. Ah joh, dan laat je Sander gewoon even leven, dan is het goed.
Oh. Oké, okay, ja, ik ben er weer. Nou, kun hier, hij leeft nog. Opdrachten maken voor It's school. It's all coming together. Man, Jezus. Opdrachten maken voor school? Wat is dat? Cool. Dat ken ik niet. Jij geeft daar toch les in? Of les op? Ja, precies. Jezus, het was Babushka, het was Babushka. Nee. Ze deed heel snel reporten. Stop maar. Nee, jij liep uit Navigation de dag nee, nee, Sander. Nee. Ze zag me aankomen toen ze zelf snel even gereport. Ja, uit Navigation. Nee. Ik kwam maar net aanlopen. Nee. Leugens. Dat is ik echt niet waar. Milan, eerlijk gezegd. Dat wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen. Echt. Wow, ik word genaaid hier, jongen. Ik ben nog niet echt overtuigd. Hoezo ben je niet geovertuigd? Ja, ik kan niet meer zeggen dan ik weet. Nou, ik liep van weapons naar beneden. En toen ging het licht uit, maar ik wil gewoon doorgaan. En toen zag ik Milan in mijn peripheral verder lopen. En toen zag ik de reportbutton van Sander. Oké, ik ben overtuigd. Ja, nu mag jij jouw zeggetje doen. Oké, ja. Nou, hoe heet het? Ik kwam de Navigation inlopen. En daar stond Babushka gewoon bij het lijk. En die zag me aankomen lopen toen deze snel reporten. Ja, ik geloof Milan. Dit is echt Pepega's. Ja, er zijn al toch... Pepega's. Dus, er zijn toch nog drie mensen die wel op mij gaan. Milan, jij moet... Ja, de tweede van zijn imposter, Milan. De tweede van zijn imposter. Duidelijk. Even wachten hier en als iemand komt, dan loop ik snel eventjes aan de kant. Oké, ik had hem net gelukkig netjes geblufft. Oké. Om wachten totdat er... Ah, er staat chill in. In Medbay. Wie dan? Oh, Stephanie. Stephanie. Ik heb met Saskia en Electrical gestaan. Dus ik durf die wel uit te sluiten. Ja, ik heb Saskia en Chaelin durf ik redelijk uit te sluiten. Ik stond net bij op de camera's te kijken. Volgens mij heeft Saskia dat ook gezien. Ja, dus hij kan hebben gevent. Ja, maar in theorie zou dat wel kunnen. Dat klopt. Ja. Ik heb in de eerste ronde op Milan gestemd, dus ik denk dat ik gewoon... Ja, maar dat is echt gebaseerd op onzin. Nee, want je kan duidelijk zien dat het Babushka was, want ze hadden er nu meer mensen vermoord. Dus er zit nog maar één imposter in. Oké. Ja, maar ik... Sas... Chillen. Ik vind Celine verdacht, omdat ze op Milan aanstuurt. Nee, ja, maar dat is mijn eerste ronde, dan had ik dat ook. Dat was eigenlijk echt... Ja, dat is sportborduur op de leugen van maar we kunnen dus verder iedereen vrijspreken, behalve Celine. Nee, Saskia... Kan mij, jij hebt me ook gezien. Chaelin heeft mij ook gezien. Ja. Milan heeft mijn Navigation gezien. Ja. Ze zijn behoorlijk stil. Nee. Horen jullie mij wel of niet? Ja, kom maar. Okay. Ik heb alleen Aaron niet gezien. Ja, Aaron heb ik ook niet gezien inderdaad. Chaelin, je hebt me wel gezien bij Shields onderin. En ik heb de hele tijd bij Saskia met in de Electrical gestaan. Ja, maar dat Shields was wel onderin. Dat Kilkun daar nog niet naar beneden was. We moeten gaan stemmen. Oké, wat doen we? Jezus, weet je dit? De imposter snap je, maar welke domme begonnen stemt er neer op mij, echt. Ik hoop dat jullie allemaal doodgaan. Ik ben op Milan gewoon gegaan. Ik haat alles en iedereen. Ik dacht oprecht dat Aaron en Milan was. Dit was zo nice. Jalin verdacht de ja, kom, ik wist echt dat Milan was. Ja, ik had echt nee, maar Milan die was wel gemeen. Die was zo gemeen. Ik voel alleen maar haat in... Ja, maar Babushka, je verhaal was ook gewoon echt niet geloofwaardig. Jawel. Nee, het is niet mijn schuld. Dit moest je niet op mij schuiven. Nee. Zelf te vaak. Ik schuif het niet op jou, zeg alleen dat je verhaal was geloofwaardig. Nee. Iemand anders. Ja, maar Babushka kon er echt niks aan doen. Nee. Het was echt Milans woord tegen Babushka. Wie zou je geloven? Iemand die nooit imposter is of iemand die vaker imposter is geweest? Ja.